Marieke Eltinga. We zitten op dag 309. Als je denkt, wat doen die kerstballen achter je? Het is 50 dagen tot kerst. En ik tel dat af, zoals je misschien vaker hebt gemerkt. Sterker nog, ik draai Mariah Carey al in de zomer. Want het is gewoon lekker, toch? Mag ik nog een tikkie harder? En, wat mij betreft zet ik morgen de kerstboom op. Of als ik niet voor de kerstboom ga, dan vervang ik hem misschien door de kerstpaal. Maar dan als het even kan, inclusief dit lekkertje erbij met die slee. Als we toch een beetje in de muziek zitten, Anouk die heeft vandaag aangekondigd dat ze mee gaat doen aan Holland Zingt Hazes. En ze trakteert ons ook alvast op een voorproefje in een Amsterdamse kroeg. Lekker. Volgens mij gaat dat wel goed komen met haar. In maart is dat Holland Zingt Hazes. En ja, iets moois. Indrukwekkende foto's van de Franse fotograaf Philippe Echaroux. Die is namelijk door het hoofd van de Braziliaanse Suriï-stam benaderd voor een heel bijzonder project. En het is om aandacht te vragen voor het verdwijnen van hun leefgebied. En je ziet hem hier. Hij is in gesprek met de stamleden. Die fotografeert hij vervolgens. En dan projecteert hij die portretten van die stamleden weer op de bomen daar. En daar maakt hij dan weer een nieuwe foto van. En dat is zo mooi. Oh, wow. Dat is echt indrukwekkend resultaat. Ik heb een aantal foto's uitgezocht om nu te laten zien. Maar zijn werk hangt in Parijs vanaf 10 november. Dus mocht je volgend weekend toevallig niks te doen hebben. Taglia Latella Galerie. Daar hangen dus de foto's van deze man. Om je met iets leuks het weekend in te sturen, Humberto, ik weet zeker dat jij dit mooi vindt. Het is een van mijn favoriete programma's, The Antique Roadshow. En dat is de Britse tegenhanger van Tussen Kunst en Kitsch. En in hun meest recente aflevering krijgt de taxateur echt een heel bijzonder stuk onder ogen. So, do you remember these from your childhood? No, not from when I was very young. We weren't allowed to sort of play with anything like this. It was sort of kept away from us. I was a bit distracted as a child. Well, you know, you and me both really, but clearly it was a good thing they were kept away from me. Ja, nou, het begint allemaal veelbelovend en de taxateur die is natuurlijk ook echt onder de indruk. En nu zijn we natuurlijk, jij en ik, benieuwd hoe dat document er dan van dichtbij uitziet. It was a good thing they were kept away from me, distracted. Because what we've got here are two absolutely lovely Dean's new magic peep show picture book. It's not a sort of peep show like the end of the pier with what the butler saw kind of peeps. This is sort of a more for children. Ja, en als de taxateur dan verder bladert, dan komt hij er ook nog achter dat dit antieke document ook nog een beetje interactief is. And then the next one, and this is the white elephant, and it's just so dazzling. And it's not just a little bit of text and a picture in the middle. It's got folding pages. Oh. So these are very Nou, dacht dat was lekker om het weekend in te gaan, toch? Dankjewel, Marieke Eltinga.